Heel erg groot zijn en alles zelf bepalen. Ik wil eigenlijk alleen maar even me beperken tot het bedanken van de mensen die hebben geholpen om deze expositie tot stand te brengen. Als de opening is een expositie van Apeldoornse kunstenaars, fotografen en dan ook nog met het thema, met als thema het mooiste stukje Nederland, de Veluwe. Ik heb natuurlijk mijn collega's gevraagd, de dragers wat dingen aan, en dat blijkt gewoon dat jullie al heel veel, 70 jaar tijd, kan het ook niet anders, heel veel mooie foto's van Apeldoorn en de omgeving gemaakt hebben. Een schitterende expositie, ik ben hier heel graag, geniet echt met volateuren, foto's, heel mooie vergezichten van Apeldoorn laten zien. Dank jullie wel en succes! En welke foto's heeft u gemaakt? Deze heb ik gemaakt van het verscholen dorp in Vierhouten. En ik heb die foto gemaakt van de watertoren bij Kootwijk. Dat zijn foto's van het verscholen dorp. Dat is zijn een negental hutten geweest die in de oorlog daar gegraven zijn. Dat waren hutten die half in de grond zaten en bedekt waren met bomen en takken. En waar ongeveer gemiddeld zo'n 80 onderduikers hebben gezeten. Waaronder onder andere Godfried Bomans, die heeft daar ook gezeten. En aan het eind van de oorlog waren daar een paar Duitse soldaten. Die waren aan het jagen. En die zagen een jongetje lopen met een paar emmers. En die zijn daarop afgegaan. En het jongetje heeft nog de nodige mensen kunnen waarschuwen. Die zijn het bos ingevlucht. Maar er zijn een aantal mensen opgepakt, een stuk of 8. En die zijn, hebben hun eigen graf moeten graven. En zijn daar neergeschoten en begraven in die zelfgegraven graven. Het waren mensen die echt vanuit het hele land kwamen en ondergedoken zaten daar. Aan het begin van het verscholen dorp staat een bord waarin een gedicht is neergelegd. En dat is een gedicht van Ida Vos. En dat heeft mij enorm getroffen. En dat heb ik dus opgenomen in een van de foto's. Wees stil, want niemand mag je horen. Wees stil, ondergedoken kind. Je naam, je huis heb je verloren. Zorg dat men je lichaam niet vindt. Maar helaas hebben ze dit kind wel gevonden. En hij is ook neergeschoten. Mijn vader is opgepakt toen mijn moeder een maand zwanger was van mijn oudste broer. Hij is gelukkig teruggekomen, anders was ik er niet geweest. Maar het raakt je als je dit soort dingen ziet en ook ziet hoe ontzettend veel mensen er in de oorlog omgekomen zijn.